vorig jaar, toen werd ik op een gegeven moment werd ik gevraagd en het was, ik dacht via Freddy Paalman, die vroeg van, Teun, ben je niet geïnteresseerd om een boek te schrijven over de Holtense paasvuren? Want de commissie, de jury, die bestaat 25 jaar en ik heb er inderdaad heel even over nagedacht, maar en ik heb gelijk gezegd, ik wil dat wel, maar dan moet het een boek worden over de gehele historie van de Holtense paasvuren. Dus vanaf het begin. En hij dat zo aanpakt, en dat hebben we gedaan, dan is de eerste conclusie dat het nooit volledig is. Ja, en er zullen schrijvers zijn die wat ingeleverd hebben en zeggen, ja, ik zie het toch niet helemaal terug zoals ik het had gehoopt. Het zij zo. Het is wel zo dat alle aspecten ja, van de paasvuren, die komen wel naar voren. Wat mij betreft kunnen we het boek kunnen we overhandigen aan onze burgemeester Hofland. Er staat op veel leesplezier. Maar ik wil mij openmaken. Ja, dat is wel bedoeld. Dat is wel los. Ik wil Teun Dijk in ieder geval hartelijk danken voor het allemaal hier hebben vastgelegd. Ik denk dat het echt een fantastisch stukje is voor Holten, de geschiedenis van Holten, dat het is vastgelegd. En ik hoop, en ik spreek ook de wens uit, dat heel veel mensen op Tweede Paasdag, als het gewoon giet van de regen, lekker binnen zitten om het boek te lezen. En laat de eerste Paasdag een mooi vuur hebben met elkaar. Van harte aanbevolen, koop dit alles. Dank u wel. Ja, en ik heb het niet opgepakt, maar als een opgepakt.